Jezus komt vroeg Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het te laat is. Jezus komt. God zegen u mensen. Mijn naam is Kuno Nelom. Als evangelist en discipel van de Heer Jezus wil ik u deze boodschap geven wat de Heer Jezus op mijn hart heeft gelegd om u door te geven. Ik wil de Heer danken voor de genade, de wijsheid, de inzicht dat hij mij heeft gegeven om deze filmpjes te monteren. Alles heeft een begin en een eind. Deze wereld komt tot het eind. Dat heeft de Heer God besloten. Genesis 6, vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te allen tijden slecht boos was. Genesis 6 vers 6. Berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smaatte hem in zijn hart. Genesis 6 vers 13. Toen zeide God tot Noach: het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdergen. Daarom komt de Heere Jezus Christus spoedig terug, om de gelovigen op te halen, om samen met hem in de hemel te gaan. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17. Vers 16. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een artsengel en bij het geklank ener bazuins Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Lieve mensen, in deze film wil ik u bewijzen dat Jezus zelf God is. What? En wij moeten Jezus volgen. Als wij de Heere Jezus volgen, volgen wij de karakter van God. Want Jezus is God zelf. What? Jezus is vanaf het begin. Ik ga u een paar dingen bewijzen dat Jezus zelf God is, lieve mensen. Wat ik nu met u ga delen, is de waarheid van de Bijbel en de leugen van de duivel. En het diepste geheim van de duivel om de mens in de hel te verleiden. De bedoeling van deze film is niet om mensen te beoordelen, absoluut niet. Maar is om u te wijzen wat de duivel doet als hij u in zijn greep heeft. Het oude heilige boek, de Bijbel, met zijn 66 boeken toch gelijk. Dat begint met de eenvoudige woorden, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Een film over de schepper. Over een liefdevolle God. Die het leven op aarde schiep. Vergeeft u mij, u leeft in mij.
Lieve mensen, deze video is gebaseerd op Efeze 5, vers 6 tot 11. Ik wil deze video beginnen om te lezen in Efeze 5, 6. Laat niemand u misleiden met inhoudloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, lieve mensen, in Efeziërs 5, vers 6, laat niemand u misleiden. Dus het misleiden is, laat niemand u dingen vertellen, onware dingen wat in de Bijbel staat, maar de helft vertellen ze u en de helft houden ze gewoon tegen. Dat betekent deze tekst. Laat niemand u misleiden door inhoudloze woorden. Inhoudloze woorden zijn woorden die in de Bijbel staan, maar die mensen verdraaien het, lieve mensen. En daar komt de toren van God door ongehoorzaamheid door de kinderen. Dus de toren van God is de boosheid van God. Komt op de kinderen door ongehoorzaamheid, want die mensen hebben naar mensen geluisterd en ja, die mensen hebben niet de waarheid gesproken. Dus zo gaan deze kinderen verloren. Deze kinderen van God. 7. Wees dan hun metgezellen niet. Wees hun metgezellen niet. Dat wil zeggen, ga niet met ze om. Blijf ver van deze mensen. Lieve mensen. Dat wil deze tekst zeggen. Wees zijn metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heren. Wandel als kinderen van het licht. We leven in de zonde, wat God zegt in de Genesis. We zijn in zonde geboren, dus dat was in de duisternis. En nu heb u de Heer aangenomen, dus u bent in het licht gekomen. Dus als u in het licht bent gekomen, dan gaat u toch niet meer in de duisternis. Dan moet je als in het licht blijven wandelen. Dus wandel als kinderen van het licht. 9. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Ja, lieve mensen, als je de vrucht van de geest wil ontvangen, moet je Jezus Christus aannemen. Komt hij met zijn geest in u, want dan komt hij met goedheid, rechtvaardigheid en waarheid, want al deze dingen zitten in Jezus Christus. 11. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Lieve mensen, dat is de bedoeling van deze film. Om de duisternis, wat alles wat in de duisternis is, te ontmaskeren, lieve mensen. Genesis 1, vers 1 tot 5. Vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. 3. En God zeide, er zij licht. En er was licht. 4. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Johannes 1, vers 9. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hier in deze tekst ziet u dat Jezus vanaf het begin is. En ook die God zegt, er was een licht. Dus Jezus aanschouwt ook in Johannes dat hij het licht van de wereld is. Johannes 8, vers 12. Wederom, dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hier bij deze teksten kunt u zien dat Jezus vanaf het begin is. Jezus is God. Hij is zelf God. En als God zelf
die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zegt dat hij die zijn zoon gestuurd heeft. Want zijn zoon was vanaf het begin. Die zijn zoon gestuurd heeft om ons zielen te redden. Moeten wij gewoon als vader en als schouwen. En leven naar hoe Jezus heeft geleefd. Het is wel moeilijk, best wel moeilijk. Want wij leven hier op aarde. Maar probeer het, gaat hij u helpen, lieve mensen. Want als u het niet probeert, als u, God heeft gezegd, heb de wereld niet lief, anders is de liefde van hem niet in u. 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vader is niet in hem. Lieve mensen, laat de dingen van de wereld los en volg Jezus. Als u Jezus volgt, volg u het eeuwigheid. Want Jezus is vanaf het begin tot de alle eeuwigheid. Wij leven echt in de eindtijd, lieve mensen. 1 Johannes 2 vers 17. En de wereld gaat voorbij en haar begeeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Hou rekening daarmee. En de duivel gaat als een briesende leeuw, lieve mensen. Laat de dingen los van de wereld, lieve mensen. U gaat verder in deze video talrijke dingen zien waar wij zijn vastgebonden. Ik zeg wij, want ik ben ook erbij. Ik zat ook erin, lieve mensen. Doordien God mij weg heeft gehaald, wil ik u deze boodschap geven, lieve mensen. Laat de dingen los van de wereld. Hij stuurt u naar de hel, lieve mensen. 1 Johannes 2 vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte der vlees, de begeerte der ogen en het hoogvaardige leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Ik ga u verder in deze film wijzen wat de dingen zijn die u vasthoudt, die de duivel gebruikt om uw ziel naar de hel te sturen, lieve mensen. Johannes 1 vers 1. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. 2. Dit was in den beginnen bij God. 3. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14 lezen wij dat het woord vlees is geworden. Dus Jezus is geboren in het woord. En heeft op aarde met ons geleefd. Heeft ons de heerlijkheid laten aanschouwen. Deze tekst gaat om de Heere Jezus Christus. De enige geboren zoon. Dus Vader. Dat is de Heere Jezus. Vol van genade en waarheid. Jezus geeft ons de genade. En hij is de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Lieve mensen, hier kunt u zien dat Jezus vanaf het begin is. De Heere Jezus is vanaf het begin. Johannes 1, 4. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Ja, lieve mensen, in deze tekst is het al duidelijk. Jezus is het woord die God zegt, er is een licht. Hij sprak het uit, dus is het woord. En Jezus is ook het licht. Die God zei, het was een licht. Dus Jezus is vanaf het begin. Jezus is het woord en Jezus is het licht des levens. God is zelf op aarde gekomen om in de naam van Jezus om te ervaren wat wij zelf ervaren hier op aarde, lieve mensen. Dus Jezus was vanaf het begin. Openbaring 22,
Vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en het begin en einde. Hier in deze tekst ziet u dat Jezus vanaf het begin is. Genesis 1, vers 26 en 27. Vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Genesis 1, vers 26 en 27. Spreekt God dan, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenissen. Als God zegt, laat ons mensen maken, heeft God samen met iemand gesproken. En dat is Jezus. God zegt, laat ons mensen maken. Opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. In deze tekst zegt God, die hemel en aarde gemaakt heeft, wat willen we meer? God heeft ons de macht gegeven, de kracht gegeven, dat wij mogen heersen over alle dingen wat op de aarde is. Maar wat hebben de mensen gedaan? Ze hebben hun hele macht, wat God ons heeft gegeven, aan de vijand gegeven. Als wij verder gaan kijken, wat met de aarde is gebeurd, zien wij dat wij mensen door ongehoorzaamheid de macht wat God ons heeft gegeven, terug hebben gegeven, niet aan God, maar aan de duivel. 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. Genesis 2 vers 15 tot 18. Vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. Toen vormde hij de eerste mens uit het stof. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten en gaf hem leven. De eerste mens werd Adam genoemd. 16. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. 17. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 18. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zijn. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Toen nam God een van Adams ribben weg en vormde daaruit een vrouw, om Adams vrouw en metgezel te worden. Zij werd Eva genoemd. God schiep de man en de vrouw als zijn evenbeeld. Daardoor konden ze van een intieme omgang met hem genieten. Ze leefden gelukkig in zijn tegenwoordigheid, in een prachtige tuin, speciaal voor hem, Eden genoemd. God zei tegen Adam, je mag de vruchten van alle bomen eten, behalve van één. Als je de vrucht van die boom eet, zul je sterven. Maar op een dag verleidde de duivel Eva. Genesis 3, vers 2 en 3. Vers 2. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. 3. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. Genesis 3. Vers 4. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. 5. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was. En hij at. Ze plukte de vrucht en at ervan. En haar man at er ook van. Ze deed dit omdat ze de duivel geloofde in plaats van God.
Doordat de eerste mensen hebben gezondigd, Adam en Eva, zijn wij in zonde geboren. Ja, lieve mensen, u kunt zien de ongehoorzaamheid van de hele wereld. De ongehoorzaamheid is bij Adam en Eva begonnen, dat ziet u nu. En de ongehoorzaamheid is nog steeds. En daarom moest de Heer Jezus een prijs betalen voor ons. We zouden het eeuwig leven hebben als Adam en Eva niet hadden gezonden. En daarom heeft God een plan bedacht, heeft Jezus, dat die God is, deze prijs, wat wij hebben gedaan, wat we zijn in zonde geboren, heeft Jezus deze prijs voor ons moeten betalen. Jezus heeft niet gezonden. En daarom moest hij naar het kruis gaan. Maar ondanks Jezus deze prijs voor ons heeft betaald, toch gaan wij verder met de zonde, lieve mensen. Toch gaan wij verder hiermee. Johannes 13, vers 15. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Kolossenzen 2, vers 6 en 7. Vers 6. Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandel in hem. 7. Geworteld en dan opgebouwd worden in hem, bevestigd worden in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Want dezezelfde Jezus komt terug om degene te komen halen die hem heeft aanvaard en die hem heeft aangenomen. Dus neem hem aan nadat u deze film hebt gezien.